Hey mensen, welkom bij weer een nieuwe video. Hij staat er weer klaar voor een ritje naar Heerengewaard. En er zit wel een schroef in de band. Maar ja, waarschijnlijk zit hij er al even. Waarschijnlijk rijd ik daar al eventjes mee. Dus dan kan dit ritje ook nog wel. Maar hij moet wel vervangen worden natuurlijk. Ja, je blijft natuurlijk niet meer doorrijden, want het gaat natuurlijk een keer mis. Ja, en hij is wel ietsje zachter. Maar nou ja, de meeste lucht zit er in ieder geval nog in. Dus ik gok het gewoon, maar ik ga hem wel zo snel mogelijk laten vervangen in ieder geval. Maar voor nu ga ik de rit in ieder geval nog even maken. Het is niet zo heel ver, dus dat gaat wel. Ja, het is donker buiten, maar dat geeft niet. Niks aan de hand. En het is koud, maar dat geeft ook niks. Dus we gaan er gewoon voor. Ja hoor, even een ritje naar Heerengewaard. Door het donker en door de kou. Maar ja, veel vaker gedaan. Door het donker en door de kou ook trouwens. En hier sta ik in Broek op Lange Dijk. En ik ga zo meteen links afslaan, richting de Broekhoornenbrug. Ja, die pak ik dit keer wel gewoon via de weg. Ja, want ik sta een keer op Dumpert, dat ik hem via het fietspad pakte. Want toen was die weg hier afgesloten. Ja, ik moest er even goed langs. Dus pakte ik hem via het fietspad. Ja, en ik had en heb nog steeds schijt aan de overheid. Dus dat deed ik. Maar goed, nu ken ik in ieder geval gewoon via de weg. Ja, gaat toch even beter. En dan kom ik hier in Heerengewaard. En er brandt alle verlichting niet op die kruising hier. En daar verderop op die weg ook niet richting het spoor. Ja, ja, dat is lekker veilig. Niet. Maar goed. Ik heb het gered. Nog even het laatste stukje. En dan ben ik er. We zijn in ieder geval gegaan op de kruising. En we zijn er. En het is hier ook nog gezellig op het appartementencomplex met de kerstverlichting. Ja, ja, dat bevalt me altijd. Zeker wel. En hij staat er weer. En ik ga weer even wat eten. Zeker wel. Gezellig, die kerstverlichting. En wat blijft die ook zo vanuit binnen toch mooi, hè? De LX uit 2011. Ja, ja. Het is al een ouder model, maar hij blijft gewoon mooi. Echt wel. En toen stond ik weer buiten. En toen regende het weer. Ja, dat heb ik nog niet gedaan de laatste tijd. Jongen, jongen. Er valt de laatste tijd nogal wat aan regen. Maar goed, nu dus ook weer. Maar wel gezellige kerstverlichting erbij. Ik ga weer even op huis aan. Door de regen. Nou, het is koud weer. En het regent een beetje. Er is een klein beetje kans op gladheid natuurlijk. Maar wel mooie kerstverlichting hier al. Kijk, dat maakt het natuurlijk weer goed. En er aan de overkant ook. Nog meer kerstverlichting. Dat maakt het nog meer goed. Ja, en ik ben hier bijna op de plek waar ik op Dumpert stond. Ja, de burgerlijke ongehoorzaamheid. Dat is die brug daar verderop. Ja, ik rijd nu ook op het fietspad, want ik heb een half zachte band. En dan ga ik toch niet op de weg rijden. Dat is toch niet zo'n goed idee. En dit is dus de plek waar ik die short maakte, die later op Dumpert verscheen. Ja, toen reed ik hier ook met de brommer. Alleen dat toen een andere reden. Toen had ik geen zachte band. Toen was hier de weg afgesloten. En nu brandt er allemaal kerstverlichting. En daar op de achtergrond ook. Nou ja. Dat brandde niet in die andere video natuurlijk, of beter gezegd in die short. Nee, want dat was half november. Toen brandde die nog niet. Maar goed, nou rijd ik hier dus weer. Ik ga weer even verder. En dan ben ik al bijna weer thuis. En wat brandt die toch mooi, hè? Het balkon. Ja, en natuurlijk het lichtjes achter de ramen. Maar ik ben inmiddels niet meer de enige hier, hoor. Nee, hier op de hoek boven hebben we er ook een. Jawel, die wordt ook mooi versierd. Zeker wel. Inmiddels zie ik er nu in ieder geval twee hier, hoor. Ja. Dat is in ieder geval beter dan één. Het zou wel een beetje jammer zijn als er maar één bleef. Van mij mag het er toch meer worden. Maar die hierboven is prachtig. Zeker weten. Nog even achterom en dan ben ik weer thuis. Dat is wel lekker met dit koude weer en nat weer erbij. En toen stond hij weer binnen. En wat is het hier buiten? Toch een soortje pet weer. Hele natte koude regen. Het zit bijna tegen 0 graden om. Mooi de deur weer dichtgooien. Ik vind het goed. Nou. Zo. Gaan we even in de schuur zitten. En hij staat weer in de schuur. Nou, die band moet toch vervangen worden, hoor. Want hij wordt toch steeds zachter. Ja, ik heb er ook wel een prop in laten schieten. Maar die proppen die vertrouw ik niet. Ik heb er een slechte ervaring mee. Ik heb er ooit eens een keer eentje gehad die schoot eruit onderweg. En toen had ik alsnog wel een band. Dus ik denk toch dat hij mijn vervanger gaat worden. Echt wel, dat is wel beter. Ciao.
Dat was de rit weer, zeker wel. Even de schuur afsluiten en dan ga ik weer even naar binnen. Echt wel, nou ja, ik sta al binnen, maar ik bedoel binnen in mijn huis. En toen stonden we weer in de lift. Ja, ja, zeker wel. Weer eventjes erboven. Het doet er best wel lang over trouwens, vanaf de begane grond naar 2 hoog. Ja, hè? Ik heb ook ooit in een lift gestaan die ging sneller naar 7 hoog. Maar ja, goed, deze gaat niet zo hard. Maar hij is er. En we zijn er weer. En de kerstverlichting brandt nog. Op het moment achter de rolgordijnen. Maar het brandt. Het is van buiten zichtbaar. Daar gaat het om. Ik ga hem hier weer afsluiten. En ik ga hier weer zeggen. Tot de volgende.